Ik ga jullie het zeebaarsgerechtje uitleggen. We hebben lekker de gesneden zeebaars, kaffir mayonaise. We hebben de kokos ceviche, geschaafde radijs, aangemaakte rode bietjes van de barbecue en kroephoek gemaakt met inktvis inkt. Ik ga samen met jullie het zeebaarsgerechtje maken. Wat je doet, we hebben natuurlijk de producten. We beginnen met de rode biet. Die hebben we aangemaakt met een mooie gerookte olijfolie vinaigrette. Ik heb het net ziek al gedaan, maar je kan nog even het dekseltje erop doen. En dan hussen we nog even door elkaar. Gaat de vinaigrette lekker om de rode biet heen zitten. Pak je een lepel. En je verdeelt de rode bietjes over het bordje. Ik heb een beetje een bordje gepakt met een kommetje. Zodat alles lekker een beetje bij elkaar komt. Als je dan straks de saus eroverheen doet, gaat alles lekker tegen elkaar aan liggen. En dan komen de smaken mooi bij elkaar. Dan hebben we hier de zeebaars. Hij is gevacumeerd, dus het lijkt net één stuk. Maar hij is al helemaal mooi gesneden. Ga je er met een mesje onder. Zo, druk er een beetje op. Komen de rode bietjes er een beetje stiekem onder vandaan. Het oog wil ook wat. Dan pakken we de ceviche. Die kan je ook even een klein beetje doorschudden. Zorg er wel voor dat de deksel goed erop zit natuurlijk. En die doe je mooi over de vis heen. Het is een mooie zure dressing, hè, ceviche. Op basis van kokosmelk. Zorg ervoor dat die vis lekker gemarineerd wordt, waardoor de structuur van de vis wat zachter wordt. Eigenlijk wordt hij een soort van gegaard. Hoe langer je hem laat staan, hoe meer de vis zachter wordt. Dan hebben we de kaffir mayonaise. Kaffir limoen is een Filipijnse limoensoort. Een hele aromatische smaak. Lekker fris natuurlijk. Dan hebben we geschaafde radijs hebben we erbij. Geeft een mooi bittertje aan het gerecht mee. En dan hebben we de kroephoek. Die is gemaakt van gekookte tapioca. Die laten we dan drogen. En die marineren we dan met een beetje inktvis inkt en een beetje kombu. En allemaal andere lekkere dingetjes. En die laten we dan drogen en die frituren we dan. Die knalt helemaal uit elkaar. Nu hebben we het zeebaars ceviche gerecht. Goed, ik ga samen met jullie het gamba ravioli gaan bereiden. Hier hebben we de gamba ravioli. Hier hebben we de schaaldierensaus en de mooie groene curryolie. We hebben de gamba ravioli helemaal voorgegaard, dus je hoeft hem alleen op te warmen. We hebben gevacumeerd met een klein beetje vocht en een mooie olijfolie. Dus wat je doet, laat een pannetje water koken en dan doe je hem voor 5 minuutjes in. Met het vuur uit, dus dat hij mooi in het water door blijft garen. Daar doe je de saus er ook bij. Als je nou denkt, ik wil het niet in een zakje doen, ik doe het in een pannetje, dat kan ook. Maar wat je snel hebt is dat door de hoeveelheid, dat er te veel hitte tegen je pan aankomt, waardoor je saus heel snel inkookt en misschien wel verbrandt. En dat wil je natuurlijk niet. Dus ik zou het lekker zo doen. Goed, dan gaan we nu de ravioli uit het water halen. En de saus natuurlijk. Zorg er wel voor dat je het voorzichtig doet. Dus dat je mooi onder de ravioli komt. Gebruik altijd een voorverwarmd bord, alsjeblieft, bij warme gerechten. Dan blijft het langer warm. Dan knippen we het zakje open. Zoals ik al zei, we hebben hem gevacumeerd met een klein beetje vocht en een beetje olijfolie. Dus dat kan gewoon mee op het bord, dat is geen enkel probleem.
En dan doen we lekker de saus eroverheen. En daarna mooi de groene curryolie. Die zit al in een klein sambalbakje, dus daar kan je gewoon vanuit schenken. Dan krijg je mooi die groene kleur te zien. Nou. Eet smakelijk. Hier hebben we het knolgerechtje. We hebben mooi de knolselderij. We hebben kruidenpizza, de knoljus, een crème van knolselderij en gemarineerd mosterdzaad. Voor het knolgerecht hebben we weer een pan kokend water nodig. Daar doen we de plakken knolselderij, de knoljus en de knolcrème. We doen de zakjes erin en we zetten de pan uit en we wachten weer 5 minuutjes. Dan zijn nu de producten opgewarmd, dus ga ik ze uit mijn pannetje halen. Goed, dan beginnen we met de knolselderij. Het zijn 3 plakken. En wat je doet, dat kan alleen wanneer ze echt goed op elkaar liggen, anders moet je ze even plak voor plak doen. Snij ze in het midden, snij ze 1 keertje in. En wat we dan doen is we maken een soort trechtertje ervan. Dat hij een beetje zo'n kokertje heeft. En leg je hem in je voorverwarmde bord uiteraard. Zo weer, dat het een beetje zo'n schelpje wordt. Zo, leg je hem mooi in het midden. Dan pakken we de knolcrème. Snijden we een klein hoekje uit. Dan doe je een dotje in het midden. En een dotje in alle hoekjes. En dan spuit je lekker het zakje leeg. Zo. Dan pakken we de knoljus. Dat kan je even beter met een schaartje doen. Want de knoljus is vloeibaar natuurlijk. Zorg ervoor dat het lekker over de knolselderij heen gaat. En dan het gemarineerde mosterdzaad. Die doe je eigenlijk een beetje hetzelfde als de knolselderij. Verdeel je lekker over je bord heen. En dan, wat ik persoonlijk erg lekker vind, is een beetje gemalen peper eroverheen. Even net die power te geven aan dit gerecht. En we hebben lekker de kruidenchips erbij. Dat is mooi gebakken filadeeg en er zit een beetje parmezaan bij. Dragon, munt, olijfolie. Een mooi krokantje erbij. Dan hebben we hier het knolselderijgerecht. Dit is het rundgerechtje. We hebben hier het stoofvlees van de rund, de pulled beef. We hebben ketchup, krokante uitjes, de gemarineerde rode ui, de bamboe jus, een crème van pastinaak en chips van pastinaak. We gaan nu het pulled beef gerechtje maken. Je zet weer een pan op met kokend water. Als het water kookt, doe je de pastinaakcrème en de bamboe jus doe je erin. En dan zet je de pan met water uit. Dan hebben we nu de pulled beef. Wat we hebben gedaan, we hebben een mooie runderhals. We hebben gebarbecued en gestoofd. Daarna plukken we hem en persen we hem. Hij blijft helemaal mooi bij elkaar door de gelatineuze werking van het vlees natuurlijk. Dus er zitten geen paardeneiwitten erin ofzo. Het nadeel daarvan wel is dat als je hem te lang bakt, dat hij weer uit elkaar gaat vlokken. Dus ik adviseer jullie, pak een hete pan.
en niet te heet natuurlijk, maar schroei hem lekker aan. Wat je dan wel hebt, is dat hij nog niet helemaal zacht is van binnen. Dus we doen hem nog 5 minuutjes in de oven op 150 graden. Zorg er altijd voor dat je pan goed heet is, voordat je je vetstof erin doet. Dan verbrand je vetstof niet. En zorg ervoor dat je alles meteen klaar hebt liggen. Hè? Dus je hebt alvast een plateautje liggen. Je hebt alvast iets waarmee je vlees omdraait. Je hebt je vetstof bij de hand. Alles ligt klaar. Vetstof erin. Dan doen we de vol bief erin. Ik denk ongeveer 1 minuutje op elke kant. Goed, ik heb nu de pulled beef mooi rondom gebakken op 4 kanten. Ongeveer 1 minuutje per kant. En dan doe ik hem nog even 5 minuutjes in de oven. Goed, de pulled beef is 5 minuutjes in de oven geweest. Als je ook voelt, hij is nu mooi zacht geworden. Dus het vlees is mooi los komen te zitten. Ik heb natuurlijk een voorverwarmd bord, hè. Essentieel. Ik haal de zakjes uit de pan. De pastinacrème en de bumbu. Ik maak een kleine snede in het zakje van de pastinacrème. En dan maak je een beetje het vormpje van de pulled beef. Dan zet je de pulled beef erin. We doen lekker de mooie ketchup eroverheen. De zoetzure rode ui. Lekker ingemaakte rode uitjes. De krokante uitjes. En dan hebben we de bumbu jus. Dat is dus een mooie kalfsjus hebben we gemaakt. En daar hebben we lekker seré doorheen gedaan. Gember, mooie Aziatische specerijen. Een beetje kaffirlimoenblad. En als laatste hebben we nog mooie pastinaakchipjes. En dan hebben we hier de pulled beef. We hebben het chocoladedessert. We hebben chocoladetaart. We hebben de specerijencrumble. Mokka, merengue. En een mooie saus met aalbesjes en andere rood fruit. We hebben hem in een bakje gedaan. Ik vind het zelf niet zo makkelijk om zo met je handen in te gaan. Dus we knippen hem open. We maken hier een knipje. Hier een knipje. En dan buigen we het bakje. En dan knippen we zo het voordeurtje open. En dan pak je hem met een mooi paletje. Als je geen paletje hebt, dan pak je gewoon een dun mes. En dan doe je hem een beetje links van je bord. Dan hebben we de specerijencrumble. Die doen we mooi rechts van het bord. Dan hebben we de mokka merengue. Doe de merengue niet te ver van tevoren op de chocoladetaart. Dus het is echt het idee dat je de merengue erop doet en dan gelijk aan tafel gaat. Merengue is gedroogd eiwit. En wat je dan krijgt is dat de eiwitten die gaan het vocht onttrekken. Dus dan wordt je merengue heel soppig. En dan hebben we de aalbessensaus. Knippen natuurlijk een stukje uit. Maak je het zakje een beetje open. En doe je die mooi zo
rustig aan rondom het bord. Het chocoladedessert.